Een tweede eenvoudige trainingtechniek die we toelichten is trainen op basis van steun- en weerstandslijnen. Laten we eerst even kijken naar wat we bedoelen. Zo, stel je hebt een fors stijgende trend of een fors dalende trend, dan kan je inderdaad een weerstandslijn trekken. Je gaat er hier als trainer vanuit dat iedere maal de koers even onder die lijn gaat, weer herstelt en zijn trend hervat. Dat kan een lange termijn strategie zijn of dat kan een korte termijn trend zijn. En dit is een eenvoudig in te stellen trainingtechniek die je zelfs volledig automatisch met Nanotrader kan laten lopen. Je kan bijvoorbeeld zeggen, kijk, die steunlijn, als hier doorgaat en weer stijgt, dat wordt voor mij een koopmoment. En ik teken nog een tweede steunlijn die bijvoorbeeld helpt als stop. Dus dit kan je perfect tekenen in Nanotrader. Laten we even kijken hoe we dit kunnen doen. Zo, we hebben hier de DAX Future van vandaag, gezakt van 12.320 naar 11.980 en we verwachten dat die verder daalt. We kunnen daar wel wat trend in trekken, dus we kunnen zeggen, kijk, ik trek een trendlijn. Zo, van hier tot hier bijvoorbeeld, en we denken dat die trendlijn wel kan dienen voor de komende dagen. Nu, die trendlijn definieer ik als sentimenter. Dat wil zeggen dat die trendlijn signalen kan geven. Zo, ik klik even op OK. Dan plaats ik even dit puntje zo vooraan. Daarmee kan ik wat aansturen. Zo. En dus iedere maal neem ik even een designer dialog erbij. En ik voeg nog even een metasentiment ertoe. Zo, en hier kan ik die lijn definiëren wat er gebeurt. Dus als ik even dubbelklik op die lijn, ontstaat een dialoog. En wij als trader wensen dat als inderdaad de koers door de lijn gaat, situatie 7, dat er dan verkocht wordt. Nu verkopen, dit staat voor 100, wiskundige waarde 100. Dus als de koers hier door 7 gaat, dan moet er verkocht worden, willen we short gaan. Ik plaats alle andere op 50, dat is een neutrale waarde. Dan gebeurt er niks. Dus we verkopen enkel, dus in situatie 7. Ik klik even op OK. Zo, ik klik even op de signalen. Even opnieuw. Even opnieuw de lijn bekijken. Situatie 100 staat verkopen. Verkopen is situatie 0. Zo. Klik even op OK en dan zien we hier de verkoopsignalen verschijnen. Nu moeten we ook zeggen aan het systeem: kijk, verkoop bijvoorbeeld als ik een vijftal punten winst heb. Dus ik plaats een order erbij, een koers toe. Profit target. En we plaatsen daar bijvoorbeeld laten we een zestal punten nemen. En dan zien we hier de trades in detail. Even kijken. Dus we zien hier dat het systeem short gaat, positie verkoopt en 10 punten lager sluit. We gaan short, we sluiten lager. We gaan short en we sluiten wat lager. Hier zit 10 punten bereikt. We gaan short, we sluiten lager. Dus je ziet heel wat kleine trades opduiken. Ik kan ook even de resultaten opvragen. Dan zien we hier de resultaten van de trade van vandaag. Dus we hebben een lijn getrokken. En als de DAX nu verder rond die lijn dwarrelt, erboven naar beneden, erboven naar beneden, dan zal dit systeem ook traden. Dit kan volledig automatisch, ofwel plaats je alarmen, ofwel zeg je, kijk, ik wil het volledig automatisch, dus ik kies een rekening. Ik neem hier de demo-rekening, ik klik op activeren, auto-order, zo. En dan zal nu het systeem zelf volledig handelen. Dus als die DAX-index nog even erdoor schiet en dan weer daalt, zal weer een korte trade
met 6 punten getraind worden. Nu, ik deactiveer even. We zien hier een lijn, een weerstandslijn, waaronder dus gehandeld wordt. Nu, stel dat die koers toch door zou stijgen, dan wil ik mijn positie sluiten. Wel, hetzelfde principe. Ik kan hier wederom een lijn tekenen. Zo. Op een ruime afstand. We geven wat ruimte aan de koers. En die lijn bijvoorbeeld, die definieer ik als een short stop. We staan immers short. En als de positie door deze lijn heen gaat, dan wil ik dat mijn positie gesloten wordt. Zo. Dus puur door te tekenen, kan ik dus de trading laten uitvoeren en kan ik ook mijn posities beschermen op basis van een bijkomende trendlijn. Dus redelijk vlot om dergelijke zaken visueel te programmeren dankzij NanoTrader.